Oh, hier valt allemaal loot naar beneden. Ja, ja, dat zou ik echt een herrie schieten. Dat is disrespect, bro. Dat is echt disrespect. Holy damn, dat is disrespect. Oké, er wordt geschoten. Dus er is iemand. In ieder geval hier. Even kijken, daar ligt heel veel loot op. Oh ja, ja, ja. Ja, die was wel lekker, moet ik zeggen. Maar er waren nog niet eens haar versterkingsbots, dat weet je niet. Ik dacht, dat is al haar versterking die ik nu allemaal aan het killen was. Maar dat was nog niet eens zo, joh. Gaat ze gelijk weer naar die minions. Die. Nice. In ieder geval iets van bescherming. Die even snel innemen. Hier kan je de vloer gewoon maken natuurlijk. Ja, die slide sound, jongens. Ik snap ook niet hoe ik het moet fixen, man. Misschien een keer falling damage pakken of zo. Maar ja, ga je bewust een beetje falling damage pakken, terwijl je niet eens weet of dat het probleem dan gaat verhelpen, weet je. Maar is je hier niet te chillen of zo? Oh mijn god, daar zit er nog echt een hoop. Omdat ik hem net niet helemaal aanpakte op een manier zoals ik het wilde, maar ja. Order een auto. Zo, ik ben nog bijna dood, hè? In één klap. Oei. Echt, niet normaal. Achter ons schoten. Nice, kunnen we gelijk weer fighten. Dat is mooi. Watch this. Een badge gedropt in de storm. Oh. Ik wilde nog snel naar het healing apparaat gaan, maar dat wordt niks. Ik kan niet ergens springen, toch? Nee. Ja, daar. Dat was nog een close fight met die guy. Damn, bro. Die hadden we nog nodig, die blades. Oké, jongens, kom op.
Let's go, bro. We zijn echt ineens heel lekker bezig. Dat doen we ook aan de boen. We hebben hier ook een launchpad, waarmee we gelijk op iemand kunnen jumpen. Misschien is dan die... Zij is weg. Nee, het is nog steeds. Bro, ik speel gewoon het hele potje met die bug. Lijp. Oh, hier valt allemaal loot naar beneden. Ja. Ja, dat zou ik echt een herrie schieten. Dat is disrespect, bro. Dat is echt disrespect. Holy damn, dat is disrespect. Oh, die sniper, bro. Dat is echt het beste wat Fortnite ooit in de game heeft gedaan. Deze sniper gewoon. Niet normaal. Deze is, dit is oprecht. Naar mijn mening de beste sniper die ooit in Fortnite heeft gezeten. Het is zo chill in gebruik. Je kan zo makkelijk snel inzoomen. Je kan 5 keer achter elkaar schieten als je die drum mag hebt. Ga daar. Nou, die gaat daar waarschijnlijk in het gebouw nu zitten. De gozer blijft daar waarschijnlijk bovenop. Oké, en dan is er nog één ander iemand. Die zal dan wel ergens aan deze kant zitten. Dus ik ga gokje maar doen. Oh, daar is die. Tenminste, daar is niet die laatste gozer die ik zoek. Maar dat is wel die ene guy. Ja, laten we hem anders maar gewoon even halen, toch? Volgens mij zit hij zo'n. Hello there. Als we de gozer in onze rug houden. Die bovenop die berg zit, daar vertrouw ik echt helemaal niks van. Kijk, daar is die. Ik denk oprecht dat ik gewoon een klein millimetertje hoger moest schieten, had ik hem gehad. Oh, doei. Wie jij nog? 4 badges, bro. Oké. Daar. Komt-ie? Komt-ie? Pop! Hij weet niet wat hij moet doen. Hoi! Zoom glitch. Let's go. Hey, nu zag je trouwens die zoom glitch gebeuren, zeg maar. Hoeveel is dat van dit seizoen? Oh ja, tuurlijk. We spelen met mijn tweede account. Nou ja, dan sinds gisteren spelen we op dit account. En nu al Crown Victory nummer 5. Dat is lang niet slecht hoor. Diamond in ieder geval, jongens. Solo ranked met bouwen. Diamond. Ik denk oprecht dat ik tot nu toe presteer boven verwachting. Want heel veel mensen gaven me niet hoger dan gold 2. En we zitten momenteel toch in Diamond 1. Volledig solo. Ranked. Met bouwen. Let's go.